Goedemiddag meiden, fijn dat jullie er weer zijn. Hoe is het ermee? Goed. Ja, Annelore, vertel eens. Ja, het gaat wel goed. Mooi. Thuis ook. Nou, dat is fijn om te horen. Hey, en Nienke, kun je eens wat vertellen over hoe jouw schooldag eruit ziet? Ja, nou, het is gewoon op. Je staat op en je gaat eigenlijk gewoon eerst eten. En in plaats van dat je naar school fietst, ga je gewoon eigenlijk achter je computer zitten. En hoe laat start je dan ongeveer? Meestal rond 10 uur of zo. Oké. En jij, Febe, hoe ziet jouw schooldag er thuis uit? Ja, opstaan en dan eerst eten en dan rond 10 uur huiswerk gaan maken tot 1 uur of 12. En dan de rest niks doen. We zien het zojuist in beeld allemaal, maar hoe is het voor u als leerkracht? Ik miste gewoon echt gewoon het contact, gewoon dat je ze in de klas ziet en dat je gewoon even snel kunt reageren. Het is nu allemaal gepland natuurlijk. Toch vind ik wel dat we het goed voor elkaar hebben hier op school. Ik heb wel gewoon zicht op mijn leerlingen, zeker op mijn mentorklas. Ik spreek ze ook regelmatig, ik bel veel naar huis. Ze kunnen altijd met vragen terecht. Het is anders, heel anders. Ja. Oh, lieve, help zeg. Ik was helemaal vergeten, het is tijd voor geschiedenis. Ik pak mijn boek er even bij. Als jullie nou even hetzelfde doen, paragraaf 4.4, dan kunnen we zo gaan beginnen. Een hele andere manier van lesgeven. Ja, dat klopt. Ja. Hoe is die manier van lesgeven? Nou, voor mij is het wel wennen, want ik zie geen leerlingen. Dus ik moet in een camera praten en dat is voor mij wel aan het begin lastig. Omdat je toch een beetje die interactie, daar ga je altijd van uit en je reageert op leerlingen. En nu moet het allemaal gewoon uit jezelf komen. En natuurlijk geef je in principe dezelfde stof les als normaal gesproken. Maar ja, je mist toch wel eventjes dat geintje tussendoor. Of net een leerling die toevallig achter tevoren zit. Dat mis je wel. Ja, ja, de interactie. Precies. Ja, dat is echt een beetje wat een school ook leuk maakt. En wat het beroep docent gewoon heel mooi maakt. Een leeg schoolplein, lege klassen. En toch een mooi doek. We zijn trots op onze thuiswerkende leerlingen en hun ouders. We missen jullie, want missen doet u ze, hè? Zekers, zekers. Het is in school akelig stil. En tegelijkertijd wordt er ook hard gewerkt. Hard gewerkt? Ja, ja. Ja, veel leerlingen zijn thuis bezig. Docenten zijn echt druk om onderwijs op afstand op een goede manier vorm te geven. Hoe gaat dat? Het gaat goed. We hebben goed zicht op de leerlingen. Mentoren zijn betrokken. Staan in contact met leerlingen, met ouders. Dus dat gaat gewoon heel goed. En tegelijkertijd is het voortdurend de balans zoeken. Tussen vragen we niet te weinig van leerlingen en vragen we niet te veel van leerlingen. Dus daar heb je voortdurend mee te maken. Een andere manier van lesgeven, maar absentie en ziekte of mensen, leerlingen die niet opkomen dagen, hoe lossen we dat op? Ja. Wij hebben als school heel nadrukkelijk een keus gemaakt. Wij concentreren ons op het leerproces. Dus niet zozeer het lesrooster is leidend. Maar we zijn echt helemaal terug naar de basis gegaan. Van wat is nou echt het programma wat leerlingen moeten leren. Dat hebben we vertaald naar digitaal onderwijs, naar afstandsonderwijs. En je kunt op basis van de opdrachten die ze inleveren via de ELO, de elektronische leeromgeving, kun je goed de vorderingen bijhouden. Dus als er een les is, een digitale les, het kan best zijn dat een leerling in een situatie is dat hij op dat moment echt niet daarbij aanwezig kan zijn. Tuurlijk hebben we daar zicht op, wordt ook contact over opgenomen. Tegelijkertijd, ja, ook hier in Nunspeet hebben wij ook te maken met corona, wat ook onze school niet voorbij gaat. Ja, u missen, hè, echte leerlingen. Zeker, zeker. Sowieso de lol die je met elkaar hebt en tegelijkertijd ook het gesprek met elkaar over ja, wat is mens zijn, wat leer je van deze tijd. Het bruist niet op school. Wat maakt u nou trots zijn op hun ouders? Nou ja, je ziet gewoon dat heel veel ouders ook thuiswerken moeten combineren met een stuk
ondersteuning geven op onderwijs. En dat vraagt veel. Dat vraagt veel van het organisatievermogen. Dat vraagt ook veel geduld. Als school kun je heel goed leerlingen controleren op een leerproces. Maar wanneer je dat als vader of moeder gaat doen, gaan er opeens andere aspecten meespelen. Dus daarvan zeiden we ook van de verwachtingen hebben wij gewoon niet heel hoog in die zin. Wij beperken ons tot de basis. En de herprogrammering van ons onderwijscurriculum, dat doen we volgend jaar wel. Wat wilt u nog tegen de leerlingen thuis zitten zeggen? Hou vol, pluk ook de mooie dingen van deze tijd. Hou er een beetje humor in en het komt allemaal echt goed.